Dan blijven we eventjes bij de plannen van het kabinet. Het stikstofdossier is nog lang niet opgelost. Het nieuwe kabinet wil bouwen, bouwen, bouwen. Nou, zijn dat nou lege woorden of is dit inderdaad een kabinet wat bouwen gaat? Bouwend Nederland, dat is de koppel van alle bouwers, is blij met de ambities van het kabinet. En toch heeft de organisatie gemengde gevoelens bij die plannen. Want de overheid wil belemmeringen wegnemen. Het is de grote vraag of dat voor meer woningen gaat zorgen. Bij ons, althans, zo betwijfelt het althans, Arno Visser ook, voorzitter van Bouwend Nederland. Meneer Visser, goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van Werven. Ja, nou, we hebben natuurlijk meneer De Jonge gehad die zijn plan heeft moeten bijstellen. Ja. Ook heel ambitieuze programma's. Nu zegt het kabinet, nee, we gaan samenwerken met een aantal, met de Rijksoverheid of met de gemeentelijke overheden, provinciale overheden, bouwlocaties aanwijzen en dan komt het allemaal goed. Ja, ik hoop zeker dat het goed komt. En het zijn mooie ambities om die 100.000 woningen te bouwen. De gemengde gevoelens die we hebben is of dat op korte termijn resultaat op gaat leveren. Mm-hmm. Waarom heeft u nu woningnood hebt en nu 400.000 woningen tekort. Ja. Dan moet je gaan kijken naar wat er bij de gemeentes en provincies aan plannen ligt. Wat er aan vergunningen klaar liggen. En dan weet je dat die er op dit moment niet zijn. Ja. U zegt dan ook niet mooie woorden, maar resultaten tellen. De resultaten tellen en de vraag is wanneer je die resultaten gaat boeken. Hè, bovenop wat er nu in de plannen zit. Ja, dus en dat is niet te verwijten aan de minister. Dat kost alleen een tijd en daar moet je gewoon open over zijn. Ja, mevrouw Keizer zei gisteren dit tegen mijn collega Liesbeth Staats. In het leven van mensen is het crisis, absoluut. Want in het leven van mensen kunnen studenten geen kamer meer vinden. Vorige week was er in het nieuws dat jonge mensen het starten van een gezin uitstellen. Twintigers wonen bij hun ouders op zolder. Senioren die echt kleiner willen gaan wonen, soms zelfs moeten gaan wonen omdat ze de tuin niet meer bij kunnen houden, kunnen geen betaalbaar kleiner appartement vinden. Dus er moet echt wat gebeuren. Ja. Nou, die urgentie die lijkt er wel te zijn, meneer Visser. Zeker, zeker. En daar zijn we ook positief over. Dat hebben we ook gezegd. En alles wat ze zegt is waar. We kennen die voorbeelden ook. En dat betekent dat er druk op de ketel zit en dat er haast bij zit. En dat we dus vooral naar gemeenten en provincies moeten kijken. Ja. Die de uitvoering ter hand nu moeten nemen. Als het gaat om bestemmingsplannen wijzigen, plannen goedkeuren. En veel van die provincies en gemeenten zitten met elkaar aan tafel. Ja. Maar er wordt vooral veel gepraat en er moet veel meer worden gedaan. Ja, wat is daar de regie? Hè? Daar hebben we wel eens over gehad. Voor de regiefunctie van de Rijksoverheid erin. Nou, daar moet mevrouw Keizer dus inderdaad van doen. Die zegt nu wel, ik heb de ambitie, de urgentie hebben we door. Maar we moeten zitten met dingen als stikstofuitstoot, vergunningsverlening, personeelstekorten. Ja. Heeft het kabinet geitenpaadjes om daar doorheen, door die dingen heen te breken waar we al jaren te heil lopen? Nee, ik ben bang voor niet. Dan komen we op het stikstofdossier. Ja. En ja, weet je, daar wachten we al 5 jaar op uitvoering, want we hebben die stikstofruimte nodig voor nieuwe infrastructuur. Ja, nieuwe infrastructuur is nodig voor nieuwe woningen. Ja. Daar wordt uitstel weer gevraagd. Ja, dat is net alsof je in een voetbalwedstrijd 1-0 achter staat in blessuretijd en tijd gaat rekken. En dan win je de wedstrijd niet. Dus dat moet ook daar op dat gebied met vaart worden uitgevoerd. Politiek verslag hebben we Mats Akkerman. Is dat ook nu iets waar u zich meer zorgen om maakt met dit kabinet? Want Mona Keijzer is natuurlijk een minister van BBB. Maar op landbouw, het andere stikstofprobleemdossier, zit ook een BBB-minister die die hele stikstofaanpak misschien wel gaan aanpassen. Maar dat kan ook weer even op zich gaan laten wachten. Ja. Ja. Kijk, ik vind het een beetje flauw op nu de bewindslieden van één partij te richten. Want we wachten meer dan 5 jaar op die uitvoering. Dus wat ik nu zeg, heb ik vorig jaar ook gezegd. Ja. Uitvoeren, uitvoeren, uitvoeren. Het jaar daarvoor ook. Het is een beetje jammer dat er dan een nieuw kabinet komt dat zegt, nou, we gaan het even over een andere boeg gooien. En we gaan met nieuwe plannen komen. En wat er nu is opgebouwd en voorbereid de afgelopen jaren, dat stoppen we in de prullenbak. Dat is niet handig. Ja. U ziet het dus volledig mislukken, begrijp ik nu al, deze agenda van 100.000 woningen. Nee, want ze komen met nieuwe plannen en die ken ik niet. Nee, ik zeg alleen, er is haast bij geboden. Ja, ja. Want zonder die stikstofruimte is er geen ruimte voor natuur, is er geen ruimte voor nieuwe woningen, grote woonwijken, is er geen ruimte voor infrastructuur. Ja, maar als we praten over juist die doelstelling behalen en u zegt ze gaan het over een andere boeg gooien. Welke boeg moet je dan gooien als ze nog die visie niet hebben? Waarvan zegt u dat gaat wel werken? Inderdaad, ja, dan moet je wel met die gemeentelijke en de provinciale overheden gaan zitten en inderdaad nadenken over infrastructuur en inderdaad in Europa gaan praten over het feit dat dat we die stikstofregels niet zo moeten hanteren. Ik zie geen andere mogelijkheden. Of heeft u nog andere slimme plannen bedacht? U zegt een heleboel in één zin. Dat moeten we wel even uit elkaar halen. De sleutel voor de woningbouw ligt bij gemeenten. Ja. En we zien tegenwoordig dat gemeentes procederen met provincies, procederen met waterschappen. Ja, alsjeblieft, stop daarmee. Gemeentes moeten samen met provincies ruimte maken, letterlijk en figuurlijk, moeten uitvoeren. Letterlijk, daarmee komen de vergunningen vrij. Het duurt in dit land ongeveer 10 jaar voordat je een woningbouwproject hebt afgerond en die mensen waar mevrouw Keizer het net over had,
hun huis kunnen betreden. Nou, die 10 jaar, dat is maar 1,5 tot 2 jaar bouwen van. Dus 8 jaar procedures bij een overheid voor nodig. Ja. Daar moeten ze zich op richten dat dat sneller gaat. En dat zet zoden aan de dijk. Andere verhaal, bezwaarschriftprocedures. Mensen die in NIMBY-procedures raken om te zorgen dat ze ontwikkelprojecten tegenhouden. Ook die bezwaarschriftprocedures, streep erdoor. Nou, daar moet, die moeten flink worden ingekort. Ik denk dat van links tot rechts alle politieke partijen daarover eens zijn. Ja. Dat ingekort moet worden. En ik zeg er ook bij, en daar is minister De Jonge ere wie ere toekomt mee begonnen. Als wij Nederlanders het zo belangrijk vinden dat onze kinderen of onze ouders een huis krijgen, dan moeten we ook niet procederen tegen de woningen die gebouwd worden voor de kinderen of de ouders van de buurman. Ja. Dus er hoort ook iets bij dat we met z'n allen goed nadenken voordat we gebruik maken van procedures. Dan, laatste punt, personeelstekort. Te weinig handjes in de bouw, meneer Visser. Hoe gaan we dat oplossen? Nee, er zijn nu niet te weinig handjes in de bouw. Ik heb erop gewezen dat als je die ambities waar moet maken, er geen vraaguitval moet komen. Dat gold niet alleen voor de bouw, dat gold ook voor de ondergrondse infrastructuur. Er zit een vergrijzingsgolf aan te komen. Mm-hmm. Bedrijven moeten de keuzes maken of ze nieuw personeel aannemen. En dat doe je alleen als je zeker bent van de opdrachten. Ja. Dus we moeten de komende jaren blijven doorbouwen. Want dan zijn er mensen aan het werk en dan worden er meer mensen aangenomen. En los van nieuwbouw, Keizer zegt ook, we moeten transformeren, optoppen, splitsen, hospita's, woningdelers. Hoe zou wat u betreft die verhouding eruit moeten zien? Nieuwbouw versus bestaande bouw, beter gebruik. Kijk, alles helpt. De fout die vaak gemaakt wordt is dat mensen denken dat ze de silver bullet hebben. Dus heel veel mensen zeggen, ik wil alleen optoppen, zeggen sommige provincies. Of ik wil alleen maar in de bestaande bouw de kom doen. Nee, het is de mix die het mogelijk maakt. En vergis je niet, we zijn een divers land. We hebben heel veel verschillende mensen in heel veel verschillende situaties. Dus je moet ook bouwen naar die verschillende situaties. Je moet goed kijken wat er in de regio, in de gemeente aan de hand is. Wat daar de vraag is. En daar je op richten. Tot slot. En niet andersom. Niet vanuit de overheid gaan bepalen dat jij wel weet wat goed voor de ander is. Komende jaren 5 miljard beschikbaar. En ook 2,5 miljard voor de bereikbaarheid van nieuw te bouwen woningen. Nou, daar zal uw civiele tak wel blij mee zijn, toch? Nou ja, het is interessant dat de minister van Infrastructuur heeft erkend dat die vervangingsopgave de grootste operatie ooit wordt op dat terrein. En dat is ook echt zo. En met die politieke erkenning begint het. Heel veel infrastructuur, bruggen, wegen, sluizen, zijn aangelegd in de jaren 50, 60. En ja, soms zie je het niet als je eroverheen rijdt, maar die zijn echt toe aan een grote renovatie. Ja. En, maar er is wel meer geld voor nodig dan er nu op de plank ligt. En ook hier, provincies en gemeenten, daar zit meer dan de helft van de opgave. Duidelijk, Arno Visser. Niet de mooie woorden, maar de resultaten tellen, zei hij al. Voorzitter van Bouwend Nederland.